Wel, we werken nu aan een reeks die gewijd is aan periodes in het leven van Van Miegem. Dus we hebben een boek gemaakt over het jeugdwerk, we hebben een boek gemaakt over de Art Deco, we hebben een boek over Red Star Line, dat is dan weer een themaboek. Maar nu was het moment aangekomen om een boek te maken over de periode, laten we zeggen, vanaf 1905 tot 1914, dus Antwerpen rond 1912. 1912 was ook een bijzonder jaar voor Eugène Van Miegem. Klopt, hij heeft in 1912 in november zijn eerste individuele tentoonstelling. Hij was dan al 37 jaar oud. Dat was in het Koninklijk Kunstverbond, dat is het huidige Arenberg Theater. En dan toch zijn de kunstcritici heel enthousiast en ze schrijven al dat hij behoort tot de grote belofte van de Belgische school. En de Antwerpse burgerij begint dan toch een klein beetje zijn kunst te kopen. Maar natuurlijk, op het ogenblik dat hij toch wat succes begint te kennen, breekt kort daarna de Eerste Wereldoorlog uit in augustus 1914. Het unieke aan deze boekenreeks is dat het een per periode is ingedeeld. Dat is eigenlijk weinig kunstenaars gegeven, hè? Ja, dat is zo. Dat is eigenlijk een bewijs van de verscheidenheid van het oeuvre van Van Miegem. Want iedereen vindt elk boek prachtig. Hè. Men zegt altijd, het is toch een verrassing. Hè. Het is elke keer precies nog beter. En dat is toch wel indicatief, denk ik, voor het zeer hoge niveau dat Van Miegem heel zijn leven heeft behaald in zijn kunst. Maar waar hij niet noodzakelijk mee naar buiten is gekomen. Dus veel Antwerpenaren, toen Van Miegem stierf in 1913, beseften eigenlijk niet hoe groot die kunstenaar wel was. Hetgeen me opvalt is dat er ook heel veel illustraties in staan. Dat doen we bewust. We willen eigenlijk de inventaris van de stichting zal zonder twijfel duizenden beelden bevatten. Maar het grote aantal tekeningen, dat ook uitmuntend is, is zo groot dat we trachten elke keer illustratief aan te tonen rond een topwerk. De voorbereidende studies, bijvoorbeeld in potlood, dan heb je een aquarel, dan heb je een pastel en de top van de piramide is dan een schilderij dat dan toch wel zeldzaam is. Ja, in dat boek, die illustraties, dat zijn ook werken van verzamelaars, neem ik aan. Ja, dat is hoofdzakelijk van verzamelaars. Laten we zeggen, de grootste collectie ter wereld is wel het Stedelijk Prentenkabinet, dat is het Plantijn Mauritius Museum. Dat bezit 613 werken op papier, maar dus geen schilderij. Of schilderijen, maar dus de aanvulling, laat ons zeggen, het grootste deel van het oeuvre zit toch nog altijd in privéverzamelingen, verspreid vooral in Antwerpen, maar ook in binnen- en buitenland. En die verzamelaars, daar ga je binnenkort mee samenwerken, want er komt weer een nieuwe expo in CEPA. Ja, we zijn heel blij dat we toch het vertrouwen weer krijgen van, om een 50-tal topwerken uit privéverzamelingen uit te lenen. Voor deze tentoonstelling die opent op 18 januari en loopt tot in februari, elke werkdag van 11 tot 17 uur, gratis toegankelijk. En we hebben toch weer het vertrouwen gekregen van die privéverzamelaars om die werken uit te lenen. Dat wordt ook hoe langer hoe moeilijker, hè? Inderdaad, want we hebben voor de tentoonstelling in het museum De Reden rond de echtgenoten van Van Miegem, Augustine Potre, toch ondervonden dat sommige verzamelaars echt beginnen te twijfelen. Het duurt twee maanden en een half, drie maanden. Dat werk wordt dan uit hun woonkamer weggenomen voor een lange tijd. En ja, we hebben toch drie verzamelaars gehad die niet meer wilden uitlenen. Een reden te meer om naar CEPA te gaan en de tentoonstelling te bekijken. Absoluut, en vooral ook omdat het gratis is, hè.